Wie heeft er honger? Henry heeft honger. Henry gaat iets eten. Ga je mee? Alsjeblieft, Henry, de menukaart. Wat wil jij vandaag eten? Dit niet. Dat ook niet. Nee. Dit wil ik, George. Dit is precies wat ik wil. Lekkere pompoensoep. Oh, een voortreffelijke keuze, Henry. Maar wil jij niet liever een tosti? Huh? Nee, dank je. Henry weet zeker dat hij vandaag pompoensoep wil eten. Oh, het spijt me heel erg, Henry, maar we hebben geen pompoenen meer. En dus ook geen pompoensoep. Wat gênant. Wat? Geen pompoensoep? Nee, we hebben nou helemaal geen pompoenen. Ik wou dat ik er eentje had. Geen pompoenen? Dan gaat Henry pompoenen halen. Holé! Ciao, Henry. Je bent weer terug. George, waar haal ik pompoenen? Vraag het maar in de supermarkt. Daar hebben ze ze altijd. Oké. Henry loopt zo snel als hij kan naar de supermarkt. Dan vraagt hij daar aan Isabella naar een pompoen. Henry heeft inmiddels al behoorlijke honger. Er zijn zoveel lekkere dingen in de supermarkt, maar waar zijn de pompoenen? Wieuw! Henry, hoe gaat het? Hallo Isabella, Henry wil graag een pompoen hebben. Jullie hebben er vast wel een hier in de supermarkt. Heb je er een voor Henry? Een zoen? Pompoen! Nee, die zijn op. Oh nee, maar Isabella, misschien kun je dan een pompoen voor Henry maken, alsjeblieft. Oh, maar Henry, je kunt pompoenen niet maken. We kopen onze pompoenen bij Jack op de markt. Ja, Henry loopt naar de markt en vraagt het gewoon aan Jack. Jack brengt de pompoenen vast in zijn vrachtwagen naar de supermarkt. Henry is nu wel erg benieuwd hoe Jack de pompoenen dan maakt. Misschien maakt hij er dan ook wel een voor Henry. Op naar de markt! Henry, kan ik helpen? Hallo Jack. Henry weet dat jij pompoenen maakt in je vrachtwagen. Kun je er ook eentje voor Henry maken, alsjeblieft? Oh, Henry, ik kan geen pompoenen maken. En zeker niet in mijn vrachtwagen. Wat? Je kunt geen pompoenen maken? Pompoenen maak je niet, Henry. Hoe kom je daarbij? Pompoenen groeien op het veld. Oh ja? Pompoenen maak je niet? Ze groeien. Ja, Henry. Ze groeien op het veld. Oh, wauw. Dan moet Henry snel naar het veld. Hoi! Wauw. Pompoenen. Zoveel pompoenen. Kan ik je helpen? Henry is al de hele dag op zoek naar pompoenen. Heb jij misschien een pompoen voor Henry, Angela? Alsjeblieft. Natuurlijk, Henry. Alsjeblieft, een verse pompoen speciaal voor jou. Hoera! Eindelijk heeft Henry een pompoen gevonden. Henry is opgelucht en George zal ook blij zijn. Bedankt voor de pompoen. Je bent er weer. Alsjeblieft, George, een verse pompoen. De
Dat is een prachtige pompoen, Henry. Hoppa, olé, hoho. Oh-oh, hey. Alsjeblieft, Henry, heerlijke pompoensoep. Wie gaat er nu heerlijke pompoensoep eten? Henry!